Als de muren van dit kasteel konden spreken, dan zouden ze ons vertellen over het jaar 1672. Het zogeheten rampjaar, toen Lodewijk XIV, de machtigste vorst van Europa, binnenviel in de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden. En de ramp was zo groot dat het voortbestaan van de Republiek aan een zijden draadje kwam te hangen. Om Lodewijk XIV goed te begrijpen, moeten we ons bedenken dat hij twee sterke drijfveren had. Hij wilde krijgsroem veroveren en hij wilde Frankrijk sterker maken. En om Frankrijk sterker te maken, viel hij een paar jaar voor het rampjaar de Spaanse Nederlanden binnen het huidige België. En moeiteloos veroverde hij het ene stadje naar het andere. Maar Nederland wilde die Spaanse Nederlanden als buffer tussen zichzelf en Frankrijk en smeden daarom heel snel een bondgenootschap, een militair bondgenootschap, waarmee Frankrijk werd gedwongen zich terug te trekken. Lodewijk was woedend en hij zwoer wraak op de Nederlandse Republiek. Lodewijk XIV valt aan in de zomer van 1672 met zijn bondgenoten, de bisschoppen van Keulen en Münster en de koning van Engeland. Ze hebben een gigantisch groot leger, 120.000 man. Tegenover slechts 20.000 Nederlandse soldaten. Moet je je voorstellen, het grootste leger ooit vertoond sinds de Romeinse tijd marcheert vanuit Frankrijk naar de kleine Republiek toe met geen ander doel dan de Republiek te vermorzelen en te verpletteren. En moordend en brandend en plunderend trekken de soldaten de Republiek binnen. De Franse aanval begon als een blitzkrieg, maar kwam de Nederlandse Republiek binnen en moest stadjes veroveren. Meer dan 60 stadjes en vestingen. En dat haalde alle vaart uit de aanval. En het gaf de Nederlanders de tijd om hun geheime waterwapen in te zetten, de waterlinie. Langzaam maar zeker liepen 5 aaneengesloten polders vol. Daarmuiden tot aan de andere kant Goringen, 1 grote slagboom van water die de vijand tegenhield, maar de Republiek verdeelde in 2 gebieden. Ene gebied vrij, maar doodsbang voor de vijand, en het andere gebied bezet. Slachtoffer van plundering, uitpersing, verkrachting en moordzucht. Duizenden vluchtelingen met hun huisraad vluchtten westwaarts. Ze brachten verschrikkelijke verhalen over de wreedheden van de vijand met zich mee. En wat je ziet, is dat er in al die steden een partijstrijd ontvlamt tussen de voorstanders van de regenten en de voorstanders van de prins Willem III van Oranje. Chaos en paniek wakkeren de wildste complottheorieën aan. Verhalen over dat Johan de Witte, raadpensionaris van Holland, het vaderland aan de vijand zou hebben verkocht. Deze golf van paniek en woede vindt zijn dieptepunt in de moord op de gebroeders de Wit op 20 augustus 1672. Velen zagen Willem III als redder. Hij was al legeraanvoerder, hij was al stadhouder van Holland en hij werd nou eigenlijk ook de politieke leider van het land. De waterlinie gaf hem de tijd om het leger te reorganiseren en om zijn internationale politiek op te tuigen. En zodoende kwam er een keerpunt in dat rampjaar in zicht. Dat gebeurde in het westen, maar aan de overkant van de waterlinie daalde een regime van terreur en onderdrukking neer op de hoofden van de bevolking. De Fransen verzinnen allerlei manieren om zoveel mogelijk geld uit de bevolking te halen om de oorlog te financieren. En zo worden dorpen, steden, maar ook kastelen voorwerp van brandschatting. Wordt er niet genoeg geld betaald, dan wordt het kasteel of het dorp of het huis in de fik gezet. Ook slotzuilen wordt gebrandschat. Hendrik Jacob van Tuil van Serooskerk, heer van Zuilen, had al veel van zijn bezittingen in vlammen zien opgaan. Dus hij besloot om dan toch maar deze brandschatting te betalen. En zodoende is slot Zuilen intact gebleven. Het lot van kasteel Amerongen was heel wat minder fortuinlijk. Dat kasteel werd tot de grond toe afgebrand. Wat begon als een aanval
van de Franse koning en zijn bondgenoten op alleen die kleine Nederlandse republiek was door toedoen van Willem III uitgerafeld tot een internationaal conflict. En die bondgenoten van Willem die organiseerden eind 1673 een veldtocht dwars door Duitsland heen naar de noordoostgrens van Frankrijk. En dat dwong Lodewijk XIV om zijn noordoostgrens te versterken. Zo werd de militaire presentie van de Fransen in Nederland dunner en dunner. En zag Willem III in september 1673 zijn kans schoon om de vestingstad Naarden te veroveren. Een maandje later, samen met de bondgenoten, verovert hij Bonn. Dat was een hele belangrijke plaats in de logistieke lijnen tussen Frankrijk en Nederland. En toen was het zelfs de zonnekoning duidelijk dat hij zijn troepen helemaal moest terugtrekken uit de Republiek. En was het rampjaar feitelijk op zijn einde gekomen. En de oorlog werd verplaatst naar het Duitse Rijk en vooral naar de Spaanse Nederlanden. En daar werd de strijd tegen de zonnekoning voortgezet, voordat eindelijk in 1678 de Vrede van Nijmegen werd getekend en het hele conflict kon worden afgehecht. De Fransen waren nog bezig de Republiek te verlaten toen Margaretha Turnor en haar man Godard Adriaan al begonnen na te denken over het nieuwe kasteel. Want op deze plek zag je niks anders dan een zwart geblakerde ruïne. Maar het nieuwe kasteel was 4 jaar later toch een feit. En hier zie je het resultaat. Een modern kasteel in de bouwstijl van wat het Hollands klassicisme wordt genoemd. Zo rekende de familie van Reede af met het rampjaar.